Hoi allemaal en welkom bij een nieuwe zwangerschapsupdate. Vandaag ben ik 16, alweer bijna 17 weken zwanger. De tijd vliegt. Het is echt wel heel anders. Mijn tweede zwangerschap, die beleef je heel anders. Dat is één ding wat zeker is. Aan de ene kant gaat het sneller, aan de andere kant gaat het langzamer. Ik kan het niet uitleggen, maar het is... Ik ben wel, zeg maar, dat ik echt vergeet bijvoorbeeld in restaurants of zo te vragen van... Oeh, zit er geen... Ik ben zwanger, zit er niks in wat ik niet mag. Daar moet ik echt enorm op letten. Terwijl ik daar vorige zwangerschap echt bij alles bij wijze van spreken vroeg. Maar dus ja, je bent, ja, het is misschien ook, ja, ik weet niet. Je bent gewoon er op een andere manier mee bezig. Ik merk wel dat ik echt af en toe even een momentje pak om even van, oh ja. Zwanger, babytje in mijn buik. En natuurlijk, Niels geeft er af en toe echt heel lief, geeft kusjes erop. En dus weet je, in dat opzicht, nou ja, en mijn buik is natuurlijk veel groter. Dus in die zin ben je er veel bewuster van. Ik heb ook veel meer kwaaltjes dan vorige keer. Maar het is gewoon een heel ander soort zwangerschap. Vandaag ga ik je vertellen hoe ik me voel. En ja, vorige week heb je kunnen zien, wat het geslacht is van ons kindje. Dus dat is echt... Zo leuk. En ja, gewoon... Ja, ik weet niet. Voor mij is dat echt, zeg maar, als je weet wat het wordt, is het... ja, is het... Mijn hoofd werkt het dan beter, zeg maar. Dan heb ik iets meer, denk ik, oh, het is niet een baby, maar het is een kindje. En nou, in dit geval natuurlijk dus een meisje. En dan heb ik gewoon een beeld. Denk ik, oh ja, meisje. Dus als ik dan meisjesbaby's zie, middels... Als ik dan meisjesbaby's zie of gewoon überhaupt meisjes, zeg maar, denk ik, oh ja, meisje. Dus het is op een hele andere manier zitten dan, en dat had ik bij Niels ook. Dan ga je op alle jongetjes letten en ik weet niet, voor mij gaat het dan, zeg maar, ja, krijgt het een andere dimensie, zeg maar. Dus ik, nou weet je, ik vind het ook prima als mensen niet willen weten. Ik ben daar zelf veel te nieuwsgierig voor en ik vind het heel fijn werken in mijn eigen visualisatie, om het zo te zeggen. Ik zal zeggen, ik heb nog natuurlijk een klein beetje geshopt, dat zal ik nog even laten zien. Maar ja, hoe gaat het met me? Ik zal eerst even vertellen, de baby, hoe groot de kleine nu is. Even kijken, waar kon ik dat ook weer zien? Dat was niet hier. Zo, ik had heel leuk de app geopend, maar dan heb ik de verkeerde app natuurlijk geopend. Ik gaf trouwens laatste tip, twee zwangerschapsapps, maar de ene... Die moet je vanaf 16 weken moet je die gaan betalen. Zo ben ik alweer een beetje tegen. Week 16 is een avocado en week 17 is een sinaasappel. En ik begreep dat je baarmoeder al de maat heeft van een grapefruit. Nou, als je mijn buik ziet, dan denk je dat er een meloen in zit inmiddels. Maar, hè? Mijn baarmoeder is nog niet zo groot. Ik voel me op zich goed. Ik heb meer energie en... Maar daarentegen slaap ik minder goed. En dat vind ik heel gek. Want dat heb ik de eerste zwangerschap totaal niet gehad. Ik heb de eerste zwangerschap eigenlijk tot ik, nou ja, vak voor de uitgerekende datum, eigenlijk gewoon prima geslapen. Dus waarom dat nu niet is, weet ik niet. Ik droom heel veel. Ik slaap niet zo diep. Dus ik ben echt de hele nacht voor mijn gevoel bezig. Nou, en dan lig ik op mijn zij en dan draai ik naar mijn andere zij. En, ik heb wel zo'n voedingskus, maar dat vind ik niet lekker liggen. Vorige keer heb ik het überhaupt niet gebruikt, zeg maar, ja, alleen voor het voeden, maar niet voor het slapen. Maar nu doe ik dan af en toe een normaal kussen, zeg maar, tussen, zeg maar, bij mijn knieën leggen, dus tussen mijn benen. Omdat ik het gevoel heb dat dat dan prettiger is, maar soms vind ik het ook weer niet prettig. Het is een beetje zoeken. Ik weet niet waarom. Als ik op een bepaalde manier te gestrekt lig met mijn zijkanten, dan doet dat ook zeer. Ja, het is, je merkt dat mijn lijf de tweede keer deed. Ja, die eerste keer echt top. Maar die tweede keer moest dat nou zo nodig. Weer meteen hoppatee die buik eruit. En ja, ik goed, nog steeds een beetje prima. Het zou echt allemaal in de marge, hoor. Het is echt niet dat ik nou de hele nachten loop te klagen. Want ik lig gewoon, het is prima. Maar mijn vader zei laatst van, nou, heb je slecht geslapen? Ik zo, nou nee, hoezo? Hij heeft ballen. Maar toen dacht ik, ja, dat is ook eigenlijk... Ja, wat slecht slapen, weet je? Ik vind slecht slapen dat je er heel vaak uit moet... Als Niels onrustig is of zo. Maar als ik gewoon in bed kan blijven liggen, vind ik het al lang goed. En ja, nee, dus ja, het is, ik slaap gewoon onrustiger, minder diep. Ben vaker wakker, moet ik naar het toilet. Het mooie van week 16 is dat ik klaar ben met Moeders voor Moeders. Dus ik hoef niet meer in maatbekers te plassen en over te gieten in blauwe
kratten en dingen. En dus dat vind ik heel fijn. Ik vond het echt heel mooi om te kunnen doen. En daar ben ik super blij mee. Maar ik heb het natuurlijk echt vanaf het begin gedaan. Dus ik heb echt 10 weken lang dat gedaan. En toen was ik er ook wel klaar mee. Als het mijn hele zwangerschap had gemoet, had ik het gedaan. Denk ik. Maar het is, ja, het is zeg maar, het is echt een kleine moeite. Maar het is, op een gegeven moment ben je het gewoon een beetje zat. Denk ik, wil gewoon normaal op de wc gaan zitten zonder dat ik daar iets anders voor hoef te doen, zeg maar, dan normaal. Ik had mijn telefoon dus even naast me gelegd vanwege de, ik ga even dit uitzetten. Woep. Geluid uit. Vanwege de app. Want ik zal nog even vertellen wat ze in de app erover zeggen. Even kijken. Ook nog iets pakken trouwens. Dat ben ik ook nog vergeten. In de app zeggen ze nu in week 16. Dat de baby nu al zo groot is dat je hem al niet meer helemaal kunt zien in zijn geheel op de echo. 14 centimeter lang. Nou, inmiddels is al wel weer natuurlijk aan het eind van de 14 centimeter. Waarschijnlijk is ze nu al iets groter. Beweegt zachtjes. Af en toe doet hij zijn mondje open. En dan nou ja, slikken, zuigen. Vingertjes en teetjes worden steeds harder. Dus er verschijnen binnenkort de nageltjes. Nou, dat er strié aankomt en dat soort ongein. En dit vond ik ook wel fascinerend. Je baarmoeder weegt nu 10 keer zo zwaar als voor de zwangerschap. Hij weegt nu in plaats van 100 gram een kilo. Dat vind ik best wel veel. Ik heb toevallig vanmorgen op de weegschaal gestaan, wat ik eigenlijk nooit doe. Maar tijdens de zwangerschap vind ik het wel fascinerend om te zien. Ik ben nog niet heel veel aangekomen. Ik denk wel dat het meer is dan bij de vorige keer. Nou, dat is niet waar, denk ik. Ik denk dat het ongeveer gelijk is. Ik denk dat het een, ja, het is een paar kilo, maar het is niet veel. En dat, ja, zit redelijk, denk ik, verspreid over mijn lichaam. Want ik pas gewoon al mijn broeken nog, alleen ik kan ze niet meer dicht doen, zeg maar. Behalve natuurlijk mijn zwangerschapsbroeken. Mijn baarmoeder is in ieder geval een kilo, maar de rest zit dan een beetje verspreid, denk ik. Ik merk dat ik de laatste week, anderhalve week, echt trek heb. Echt eetlust. Dat ik ook honger heb. En dat ik ook 's nachts op een gegeven moment denk ik eigenlijk wat trek. Dus dat is denk ik ook weer zo'n fase. Dat komt in mijn gevoel gewoon van na die eerste 3 maanden. Waarin je eigenlijk niet zoveel trek hebt. Niet zoveel eet. Komt er nu een soort van oké, de baby gaat nu groeien. En mijn body needs food. Dus nou ja, goed. Dat doen we dan maar. En over het algemeen is dat gezond. Maar mijn kaasbehoefte blijft onverminderd. Dus ja, dat eet ik ook gewoon. Ook al is dat voor mij persoonlijk niet het allerbeste. Gewoon überhaupt zuivel. Ik merk dat ik regelmatig hele pijnlijke steken in mijn bil heb. En dat heb ik vorige keer. Ik kan me niet herinneren dat ik dat heb gehad. Ik heb het laatst stapte ik uit bed of uit bad. En dat was wel de ergste. Toen schoot het erin. En toen stoot ik me echt keihard aan de kraan. Waardoor ik echt, nou ja, iets van 2 of 3 weken lang echt zo'n grote paarse plek op mijn benen heb gehad. Gewoon bijna zwart was het. Maar hoorde nu van een vriendinnetje dat het toch waarschijnlijk te maken heeft met je bekkenbodem. Dus misschien moet ik toch even een keer naar de bekkenbodemfysio. Want zij vertelde dat omdat een ander vriendinnetje van haar, die is nu bijna, gaat nu bijna bevallen. En die was echt aan het huilen van de pijn. Dus ik dacht misschien moet ik daar dan nu zeg maar al iets mee, aangezien ik nog best wel een tijdje te gaan heb. Maar het zijn gewoon een soort, ja, ineens een pijnscheut, waardoor je een soort van, ja, bijna niet meer kan lopen. En dat trekt ook wel weer weg. Ja, het doet wel zeer. Ik ben heel benieuwd of iemand dit herkent, ervaring mee heeft. Ik heb er wel over gelezen, over, en dat had een of andere naam, ik weet niet. Maar dan ging het echt door naar je rug en je been. En dat heb ik niet echt. Ik heb wel last van mijn onderrug. Maar dat, ja, weet je, ik heb eigenlijk altijd wel last van mijn onderrug. Dus dat heeft niet zozeer, denk ik, echt te maken met zwangerschap. Wel iets natuurlijk, maar nou ja, mijn benen sowieso niet. Dus ik ben heel benieuwd of jullie er ervaring mee hebben. Let me know en tips en zo, want ik heb geen idee, maar het is een beetje irritant. Ik zou bijna wel zeggen, reet irritant. Goed. De humor wordt er niet beter op. Nee, dat is eigenlijk, ik heb niet het gevoel dat ik nog heel veel vocht, nou dat is niet waar. Ik hou nog steeds een beetje vocht vast, dat zie ik dan altijd aan mijn handen het beste en aan mijn enkels. Maar niet heel erg. Vooral die pijn in mijn billen is gewoon een beetje irritant. Ik heb af en toe het idee dat ik een beetje bandenpijn heb. Dus dat is dat aan de zijkanten. Maar ja, of dat echt bandenpijn is, dat is altijd een beetje zo'n term. Ik heb geen rare cravings erbij.
eigenlijk, zit ik nu te bedenken. Nee, niet echt. Nee, ik heb gewoon in het algemeen trek. De verkoudheid gaat gelukkig een stuk beter. We kloppen het even af. Want ik was echt de hele tijd zo verkouden. Dat gaat nu wel beter. Ik merk nog steeds wel dat ik een beetje snotterig ben. Maar echt in de marge. Ja, ik had eigenlijk vandaag mijn haar moeten wassen. Maar daar had ik niet zoveel zin in. Dat komt morgen. Ja, ik zal even laten zien. Want ik heb nog wat dingetjes geshopt voor de kleine. Ik moest voor mezelf een panty kopen. En toen belandde ik natuurlijk weer bij de babykleertjes. Dit ontzettend schattige broekje. Het zijn natuurlijk, ik koop natuurlijk allemaal wel een beetje dunne dingetjes. Maar ik, ja, omdat natuurlijk in de zomer ben ik uitgerekend. Maar ik dacht wel, ja, ik denk ook niet dat je zo'n baby echt helemaal alleen in een rompertje laat liggen. Want dat, ja, ik denk dat dat dan ook een beetje niet plakkerig wordt of zo. Ik weet het niet. Ja, ik ben natuurlijk een winterbaby gewend. Dus ik moet daar wel over nadenken. Nou goed, en ik ga er ook niet vanuit dat het in Nederland echt vanaf, zeg maar, dat het de hele zomer bloedheet is. Nou, dit is een beetje een dun katoenen broekje met een soort, ja, ik noem het hagelslag, midkleurige hagelslag erop. En dan heb ik nog sokjes, gewoon basis sokjes. Die vond ik heel schattig. En deze slofjes met roze stipjes. En ik heb een draagdoek gekocht, die ga ik even pakken. We hebben op zich een draagdoek, maar die kan volgens mij nog niet echt vanaf baby. En die vind ik heel lastig, ondanks dat we hebben geselecteerd op makkelijk zelf aan te doen, vind ik hem toch vrij ingewikkeld zelf aan te doen. En ik heb hem vorige keer eigenlijk niet heel veel gebruikt, maar ik denk dat dat nu veel vaker gaat zijn, omdat ik natuurlijk ook nog een ander kind heb. Dus je hebt af en toe gewoon je handen vrij nodig. En ja, ik was niet van plan de hele dag met zo'n draagdoek rond te slepen. Maar ik denk wel dat ik het gewoon echt wel vaker ga doen nu Niels natuurlijk er al gewoon is. En ja, weet je, dat je af en toe gewoon lekker die baby bijdraagt en dan ondertussen met Niels kan spelen. Of weet je, ook buiten als hij op zijn fietsje gaat, dat je dan gewoon in de draagdoek en dat je geen wagen meeneemt. Nou, dat soort dingen. Dus ik ben daar gewoon een beetje naar aan het kijken. En ik wilde dus graag een draagdoek die ik makkelijk zelf om kan doen. En ik, nou, bij een aantal YouTubers zag ik de Tula en ik had het idee dat zij die makkelijk zelf omkregen. Dus ik dacht, daar ga ik voor. Ik heb hem op Marktplaats gekocht, want ik vind ze nogal prijzig, zeg maar. En ja, ik had ook zoiets, we hebben natuurlijk gewoon op zich een mooie draagdoek. En ja, ik weet niet hoeveel je gaat dragen. Dus ik dacht, ik ga gewoon eentje van Marktplaats doen. Met zo'n baby insert, want dan kan, ik snap nog totaal niet hoe dit werkt. Maar ja, ik denk zo, maar dit is zeg maar de baby insert. En dan heb ik een grijze doek. Deze. Met een soort okergele accenten. En deze vond ik wel heel leuk. Ik heb natuurlijk gekeken dat het ook Sven er niet mee. Hè? Geen roze of zo. Weet je. Gewoon een leuke waar een man ook mee in mijn hand heeft. Dit is een grijze met pijlen erop. Nu een Nisa. En deze kan ik vrij makkelijk zelf omdoen. Die draagdoek dus. Verder. Niet zoveel. Ik ga gewoon mijn buik laten zien. Dat lijkt me een heel goed idee. Ik heb zowaar geen joggingbroek aan vandaag, dus dat is feest. Ik heb, dit is trouwens een trui volgens mij van Prenatal, van, nou, in de tijd van Niels. En dit is zo'n ezelsbroek met zo'n lage band. Nou, zoals je ziet gaat hij goed. Ik zei wel tegen Sven, ik heb niet het idee dat hij nu, hij groeit niet in hetzelfde tempo door. Dus in die zin is het nu wel een soort van gestabiliseerd, heb ik het idee. Hij is gewoon heel snel zeg maar begonnen, maar ik heb niet het idee dat hij nu nog echt dagelijks enorm groeit. Maar het is gewoon, ja, best wel een buik. Boep, boep, boep. En ik heb het idee dat mijn navel dit keer echt gaat ploppen. Dat heeft hij vorige keer niet gedaan, maar ik heb natuurlijk nu die navelbreuk. Ik denk niet dat, dat hij het volhoudt. Dus dat is het. Dat is weer de update van deze week. Ik hoop dat je het weer leuk vond. Ben je nog niet geabonneerd? Doe dat dan alsjeblieft, want dat zou ik super leuk vinden. En dan kan je als je wil ook nog het vinkje aanzetten dat je notificaties krijgt. Of een belletje klikken of zo. In ieder geval, dan weet je wanneer ik video's post. En natuurlijk komt er elke zondag een vlog online. En daarin vertel ik af en toe ook wat over mijn baby in mijn buik natuurlijk. Ik hoop dat je het weer leuk vond. Vertel vooral ook jouw ervaring. Hoe voel jij je nu? Dat vind ik super leuk om te lezen. En mocht je een bilprik experience hebben, let me know. Doeg!